Ja, de bomen. Ze staan er nu nog. Ja, nog wel, want de gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd om 28 bomen te kappen. Hier aan de Markegouw in Noord. Er komen nieuwe bomen voor terug, toch? Ja, maar deze zijn bijna 50 jaar oud. We zitten hier vlak langs de ringweg. En het fijnstof wat daar vandaan komt, dat is niet te meten voor ons, maar het is er wel. De reiniging die door die bomen wordt gedaan, dus die bomen mogen dus niet weg. Afgezien van de kap is er nog een frustratie. De bewoners gingen eerder in bezwaar tegen de kap en kregen toen gelijk. Hoewel een deel van die bomen nu blijft staan, heeft de gemeente opnieuw een kapvergunning aangevraagd voor sommige daarvan. En we hebben dus duidelijk het idee gekregen dat ons dus op een gigantische manier zand in de ogen is gestrooid. Dan word je eigenlijk, op zijn Amsterdams gezegd, toch zwaar belazerd. En die frustratie, daar word je zo moe van op een gegeven moment. Het is toch onbetrouwbaar dat je zo met je mensen in de stadsdeel omgaat? Wat zullen we nou krijgen? Het stadsdeel laat weten dat de bomen gekapt moeten worden, omdat ze door de werkzaamheden aan de woningen erg instabiel kunnen worden. We begrijpen het niet, want op het moment dat er dus een plan wordt ingediend voor de nieuwbouw, weet je toch dat er leidingen moeten komen. En dan kun je dat toch op een andere manier situeren. Het is toch niet nodig om die bomen weg te halen. De vergunning is nog niet rond, maar de bewoners zijn al in bezwaar gegaan.